Hey, en welkom terug bij een nieuwe aflevering van de Ableton Certified Trainers Tutorials. En ik ga vandaag weer wat laten zien. Zoals ik vorige keer de house bass heb laten zien, ga ik nu laten zien hoe je drums door een vocoder kunt sturen. En daarbij een pad kunt sturen naar de vocoder om die als extern signaal te gebruiken. Om zo de drums een soort van toon te geven. Dat ze mooi meespringen met de tonen in je muziek. Het is een onwijs leuke trick, dus die ga ik laten zien. Dus duik met me mee Ableton in. We hebben hier de loop die ik vorige keer had. Met de bass, dus dat is hartstikke mooi. En dan maken we even een MIDI kanaal aan. Command-Shift-T. Learn your shortcuts. Heel belangrijk. En ik heb hier het Dark Kingdom pad, wat een van mijn favorieten is. Ik heb al mijn favorieten hier netjes in de Ableton Presets Favorites. Dus alles wat ik daar aanklik vind ik fijn. Dit is de pad, die noemen we even pad. En dan hebben we als het goed is... Ja hoor, daar heb je hem al. Een mooie sound is het eigenlijk. Hè? Dus dan gaan we die even opnemen. In twee tonen speel ik van A naar E. Want als je het goed herinnert van het vorige filmpje... heb ik de baslijn op A ingespeeld. Dus dan kunnen we mooi de pad ook op A en E. E is de vijfde uit de A mineur scale. Dus dat past mooi. Dus daar gaan we. Hey. Dat is een mooie loop. Dan maken we even recht. Dus nu hebben we die pad. Die pad kunnen we muten. En dan denk je, hè, waarom? Nou, dat is het als volgt. Dan pakken we een vocoder. En die zetten we op het kanaal van die loop. Dan krijgen we dit. Wat ook al wel leuk is. Ik zal hem iets zachter zetten. Dan kun je hem... Hier kun je ook hele fijne loops mee maken zelf. Wat best wel goed werkt. Maar wat we gaan doen, we gaan hier de carrier in plaats van noise, gaan we kiezen voor external. En bij external kunnen we dan de audio input kiezen van de pad. En dan moet je eens opletten wat er dan gebeurt. En met depth en formant kunnen we dan aanpassingen maken. En kijk maar wat het doet in de muziek. Yo allemaal. Even tussendoor. Vind je dit nou een leuk kanaal? En vind je het fijn dat het in Nederlands is? Subscribe dan eventjes. Want we komen nog met veel meer video's. Dus subscribe. Deel het met vrienden. Terug naar de video. Je kan het ook EQ'en hier. Of niet. Ik hou het meestal gewoon zo. En je kan de pad ook nog hebben. Dat loopt ook nog steeds mee. En daar kun je onwijs mooie dingen mee doen. Door het met de release te spelen, de format en de depth, het werkt allemaal onwijs goed. En zo kun je eigenlijk een soort tonen toepassen aan je drums. En op die manier ja, of zelf onwijs veel geluiden maken of andere dingen. Ik zal nog één voorbeeld laten zien. Dat is bijvoorbeeld als we een MIDI track pakken. En dan pakken we een instrument. Zetten we even een sampler erop. En in die sampler zetten we gewoon simpelweg een snare. En dan zul je zien dat whatever patroon ik maak, dat ook weer met de vocoder door de pad wordt getriggerd. Dus hier pakken we een snare. En echt any snare of any percussion sound for that matter. Deze pakken we die. En dan maken we daar gewoon een ritme van. Zo. En dan misschien een beetje zo. Zo, zo en zo. En dan doen we een beetje velocity erbij. Ja, die moeten we dan eerst aanzetten natuurlijk. Dat hoort er ook bij. Dan moeten we eventjes naar hier. De filter en global. En velocity en volume. Kijk, nu zal die reageren. Kijk, dat is helemaal mooi.
maken we een beetje variatie. Want met velocity variatie maken is altijd heel fijn. Dan krijg je toch wat meer beweging in het geheel. Dus nu is het zo. Laten we ook even onze groove toevoegen weer. Nu is het de snare. Maar daar gaan we weer. We kopiëren gewoon de vocoder van hier door option ingedrukt te houden. Gooien we die ook op dat andere kanaal. En nu hebben we... En dan ga je alweer. En dan heb je eigenlijk een hele mooie sound. Dan kun je nog natuurlijk gaan aankleden met wat reverb. Kijk, pakken we eventjes de hybrid reverb. Komt hier alweer. Het mag even duren. Kijk. En we hebben een mooi reverbje erop. En zo creëer je eigenlijk hele leuke, interessante geluiden. Of mooie climaxen. Dus nou, ik hoop dat je dit weer interessant vond en dat je hier wat mee kunt voor je tracks. Je kunt het concept natuurlijk ook gebruiken voor andere bronnen, dus het hoeft niet per se drums of een drumloop te zijn. Je kunt het misschien met vocalen proberen, die worden getriggerd door een pad die een bepaalde toon speelt. Want wat er gebeurt is in principe het materiaal waar je de vocoder op zet, krijgt dezelfde toonsoort als de pad die je er naartoe stuurt. Dus op die manier kun je heel veel scenario's bedenken waarin je dit kunt gebruiken. En ik hoop dat het je wederom inspireert. En mocht je het leuk vinden, subscribe en like de video. Delen met je vrienden. Mocht je vragen hebben, post het in de comments hieronder. Dan kunnen we die beantwoorden voor je. En heel veel plezier met muziek maken.